Het bombardement op Nijmegen is deze maand 80 jaar geleden. Februari staat daarom geheel in het teken van herdenkingen. Bijna 800 mensen kwamen erbij om het leven. En de historische binnenstad van Nijmegen raakte onherstelbaar beschadigd. Het Amerikaanse luchtbombardement van 1944 is deze maand alweer 80 jaar geleden. In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis opent vandaag de expositie 2 minuten. Over de bewuste 2 minuten die de stad voorgoed veranderden. Het is een expositie over het bombardement op Nijmegen van 1944, 22 februari 1944. Toen is de stad in 2 minuten tijd getroffen door bommen van de Amerikanen. Die een doel zochten, omdat ze in Duitsland hun bommen niet kwijt konden. En de stad het stadshart is eigenlijk in 2 minuten compleet verwoest. Die herinnering aan het bombardement, omdat het Amerikanen waren, die is heel lang weggestopt. Het is heel lang geweest dat men dacht van, hier moeten we niet bestilven, we moeten doorgaan. En dit waren onze latere bevrijders. En wij willen dit verhaal brengen, omdat je nog steeds merkt dat het de stad getekend heeft. Als je door de stad loopt, dan zie je nieuwbouw, wederopbouw. Maar dat heeft alles te maken met dat verleden. Mensen zijn dat kwijt. De expositie is niet alleen bedoeld om mensen te laten zien wat er 80 jaar geleden is gebeurd. Maar dat mensen ook leren dat oorlog is van alle tijden. En misschien dat mensen ook leren, we hebben hier nu 80 jaar vrede. En je denkt dat is vanzelfsprekend. Nee, dat is het niet. Je kunt je bijna niet voorstellen van hoe toeval is. Er zit hier een jongetje bij, die is gedood door splinterbommen. Die is eigenlijk alleen herkend aan zijn kleding en aan zijn schooltas. En in zijn schooltas zit een schriftje. Dat ligt hier in de expositie. Hij moest die ochtend voor het bombardement een matrozenverhaal opschrijven, dat ze op de grote vaart gingen. De laatste zin in zijn schriftje is: dag pa, dag ma, ik ga heen. 2 uur later wordt hij getroffen. Dat schriftje is doorzeven door splinterbommen. Dat ligt hier. Als ik daarbij sta, dan word ik stil. De expositie is de hele maand februari te zien in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Ook op plein 44 zullen er in de periode enkele abris staan met foto's van het bombardement. Een ander bijzonder programmaonderdeel is lichtsherinneringen. Dat zijn bewegende projecties die tussen 21 en 25 februari in de avonduren te zien zijn op de gevels van onder meer de HEMA, de Stevenstoren en de Molenstraatkerk. Verder zijn er voorstellingen in de Lindenberg, rondleidingen door gildegidsen en lezingen. De hoogtepunten van de herdenkingsmaand zijn uiteraard de jaarlijkse brandgrenswandeling in de avond van 21 februari en vervolgens de officiële herdenkingsceremonie op 22 februari bij het monument De Schommel aan de oostzijde van het stadhuis. Deze zal dit jaar uitgebreider van karakter zijn dan normaal. Een aanzienlijk deel van de werknemers in de voedselproductie en landbouw bestaat uit buitenlandse arbeidsmigranten. Helaas klinken er steeds vaker negatieve geluiden over de omstandigheden waaronder zij moeten werken en leven. Dat moet anders. In de EU-regio Rijnwaal, met onder meer het Rijk van Nijmegen en het Duitse Noord-Rijn-Westfalen, is daarom een project opgezet om deze werkomstandigheden te verbeteren. Donderdagmiddag werd het afgetrapt in het EU-regio Forum in Kleef. Ja, we hebben vanuit de Radboud Universiteit onderzoek gedaan naar de situatie van arbeidsmigranten uit met name Oost-Europa. Het onderzoek ging over hoe worden die mensen beschermd en hoe zouden ze beter beschermd kunnen worden. Het is heel gevarieerd en ik wil zeker niet zeggen dat alle werkgevers of huisvesters het slecht doen. Er zijn dus ook voorbeelden bij werkgevers waar het wel goed geregeld is. Zoals bij fruitteler Marc-André de Laporte. Wij voor onszelf, ons eigen bedrijf, hebben wij het in de PIN geregeld met de arbeidsmigranten zelf. Dus uit eigen contacten. En dat verloopt uitstekend. Voor ons geldt met de CAO voor de CAO open teelte. En dan gewoon de verdere randvoorwaarden die de Nederlandse wetgeving neerlegt. Dus dat betekent werktijden, verloning, al zulke dingen gewoon conform de Nederlandse wetgeving. Fruitteler Marc-André heeft dus via eigen contacten arbeidsmigranten aangenomen.
Maar veel arbeidsmigranten komen in Nederland terecht via uitzendbureaus. Ja, die bieden die mensen eigenlijk een totaalpakket. Die zeggen van wij regelen alles, je vervoer, huisvesting in Nederland en ook werk. En ja, dat is heel aantrekkelijk voor mensen die dat allemaal zelf niet kunnen regelen. Maar het maakt mensen ook wel heel afhankelijk. Ja, niet alleen arbeidsverhouding, maar dus ook huisvesting, koppeling van arbeidsverdragen. Die driehoeksrelaties eigenlijk tussen de werknemers, de uitzenders, de werkgevers en de onduidelijkheid over wie eigenlijk waarvoor verantwoordelijk is. Ja, de andere kant is ook dat de inlenende werkgevers, dus die opdrachtgevers van die uitzendbureaus, ja, die voelen zich denk ik te weinig verantwoordelijk voor het welzijn van deze mensen. Want die verwijzen dan door naar het uitzendbureau waar ze in dienst zijn. Er zijn vaak grensoverschrijdende constructies, waarbij de huisvesting niet in hetzelfde land plaatsvindt als waar de werkgelegenheid zich bevindt. Waardoor dus ook samenwerking niet alleen tussen gemeenten en provincies en de Rijksoverheid, maar dus ook tussen Nederland en Duitse instanties nodig hebt. Wat natuurlijk nog het geheel nog veel complexer maakt. Wiegen is in 3 wijken een pilot gestart met het uitzetten van lantaarnpalen om energie te besparen en lichtvervuiling tegen te gaan. Het plan is om binnen nu en 4 jaar in de hele gemeente het licht op straat deels uit te zetten in de wintermaanden. Bewoners zijn bang dat de veiligheid daardoor in gevaar komt. De pilot duurt een aantal maanden en wordt in het voorjaar geëvalueerd. Onder andere op basis van de input van mensen uit de wijken. Niet alleen auto's, maar misschien ook fietsers worden in de toekomst geweerd uit het centrum van Nijmegen. Als het aan het stadsbestuur van Nijmegen ligt, verandert de binnenstad de komende 10 jaar in een paradijs voor mensen die te voet komen. De winkelstraten tussen Waal en Singels transformeren meer en meer in oases met volop groen, speelruimte en plekjes om een drankje of broodje te scoren. En zonder het gevaar om van je sokken te worden gereden door automobilisten of fietsers. Wanneer de grote veranderingen exact worden ingevoerd is nog onbekend. De gemeenteraad moet eerst nog groen licht geven voor de binnenstadsvisie die het stadsbestuur heeft gepresenteerd. Lange tijd leek de beruchte Waalhavenbrug van de baan te zijn. Maar inmiddels is definitief besloten om deze toch aan te leggen. Inclusief een traplift voor rolstoelen. Het betekent dat de brug van 3,7 miljoen euro naast restaurant Banco over de Waalhaven er komt. Lang leek er geen meerderheid voor. D66 zei altijd de voorkeur te hebben voor het oude, niet-inclusieve ontwerp dat 1,1 miljoen euro goedkoper is. Uiteindelijk is de partij toch overstag gegaan. Een recordtransfer voor NEC. Smaakmaker Magnus Madsen vertrekt voor 5 miljoen euro naar FC Kopenhagen. Nooit eerder in de geschiedenis kreeg de Nijmeegse club zo'n hoog bedrag voor een speler. Het vorige record vestigde NEC met de verkoop van Bjorn Flemmings aan Club Brugge voor 3,3 miljoen euro. Madsen, de Deense aanvaller, die in 2021 van Silkeborg werd overgenomen, bleef een uitstekend seizoen. In 22 officiële wedstrijden scoorde hij 13 keer en had hij 5 assists. Madsen lag nog vast in Nijmegen tot het einde van het seizoen, met een optie die op nog een seizoen. De Nijmeegse club heeft hij ook doorverkooppercentage bedrongen bij Kopenhagen. Woensdagavond vertrok Madsen naar Kopenhagen om daar de medische keuring te ondergaan. Regelmatig komen LHBTI-jongeren met een beperking samen in het regenboogcafé van Kemnade Werkenrode in Groesbeek. Om met elkaar te praten over de beleving van hun seksualiteit. En ook over de vormgeving van hun seksuele identiteit. Het idee ontstond om zelf een glossy magazine te maken. Als titel kozen ze voor Trots op wie ik ben. Want daar gaat het om. Je mag zijn wie je bent en daar trots op zijn. Ik denk dat het onderwerp sowieso altijd wel lastig bespreekbaar is. Dat merken we maatschappelijk natuurlijk ook. Als je dan een beperking hebt in een instelling woont en afhankelijk bent van informatie die anderen je geven, dat dat nog lastiger is. Ook om iemand te leren kennen bijvoorbeeld. En juist een magazine, omdat veel mensen met een beperking in een instelling wonen. En die we via een magazine wel kunnen bereiken, omdat ze geen toegang hebben tot social media.
ja, sowieso wat Sabrina eigenlijk hier heeft gedaan, heeft me wel goed geholpen. Omdat ik het zelf heel moeilijk vond vroeger om te accepteren wie ik was. Ik vond het heel leuk en leerzaam. Want ik kon er heel veel dingen uit halen en ja, het was echt geweldig. Heel erg leuk. En we hopen natuurlijk ook op een vervolg. Ja, en dan zien we wanneer het komt. Het was ontzettend leuk om te doen. Maar er is ook nog een ander belangrijk doel waarom dit blad geschreven is. Dat ze meer respect hebben voor de LHBTQA+. En dat ze... Ja, en ze worden best wel snel boos en zo, omdat ze het niet kennen. En dat ze meer research naar gaan doen. Dat er in de wereld helaas heel veel taboe is rond homoseksualiteit en rond LHBTQ+. En omdat ik vind dat er meer in de wereld moet komen erover. Want vroeger was het een sluier die erop lag. Nou, een klamboe. En die klamboe wil eigenlijk zoveel mogelijk weghalen. Ik heb het erover gehad dat ik genderfluid ben. En hoe ik dat uit en hoe ik mensen daarmee een gunst wil doen om te denken, zeg maar. Nou, het leuke is dat we van cliënten hele leuke reacties krijgen. Maar dat is vooral de doelgroep waar die voor gemaakt is natuurlijk. Maar ook van andere zorgorganisaties. Dus we hebben heel Nijmegen alle zorgorganisaties namens de gemeente deze glossy cadeau te kunnen doen. Maar ook organisaties buiten Nijmegen die zeggen van hé, waarom hebben jullie dat gemaakt? Wat is het Regenboogcafé? Die dus echt op bezoek komen en van ons willen leren hoe we dat doen. En ik denk dat het dan gelukt is om die olievlek te verspreiden. Om het wat makkelijker te maken om over dit onderwerp te praten. Na een zonnige donderdag zal het vanavond en vannacht vrijwel helder zijn en blijft het droog. Het koelt af tot een minimum van 3 graden. Morgen belooft een droge vrijdag te worden, maar wel met een nodige bewolking. De middagtemperatuur komt uit rond de 10 graden en de wind is matig tot vrij krachtig. Ook het weekend zal grijs verlopen onder een dik pak bewolking. Op zaterdag houdt onze regio het nog aardig droog. Maar zondag kan er hier en daar een bui uit ontstaan. De temperatuur is zacht met zo'n 11 graden. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 1 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl. En volg ons natuurlijk ook even op de sociale media. Morgen zijn we terug en dan zie je alsnog het verhaal over de verhuiscrisis van SC Hatert. Dat we eigenlijk voor vandaag beloofd hadden. En ook zijn we bij de opening van het nieuwe sportcomplex, de Gelenberg in Afferden. Graag tot morgen.